Dames en heren, stonden wij in Schouderschepen al een keer eerder stil bij afvalstoffen? Er waren wat vragen uberzijds. Dus we zijn naar wethouder Welles gegaan om te vragen hoe dat het nou zit met alle vormen van afval die u kwijt wil. Ja, wethouder Welles, welkom bij Schouderschepen. We hebben het over afval. En ik zou bijna zeggen, laten we meteen beginnen met de containers. De grote bakken die we naast thuis hebben staan en die we vullen. Wat gaat er op dat gebied veranderen? Op dit moment even niks. Die worden nog steeds om de week opgehaald. De ene week de groene container, de andere week de grijze container. Ja. Maar in september gaat dat ook veranderen. Dan worden ze allebei op dezelfde dag om de twee weken opgehaald. In de oneven weken, vanaf 1 september. Dus wat dan nog gaat, duurt dan nog even voordat die wijziging doorgaat. Maar dat staat inmiddels al op de nieuwe afvalkalender, als ik het wel heb. Dat staat inderdaad op de nieuwe afvalkalender. Die heeft hij vorige week allemaal in de bus gekregen. En als je nou goed kijkt, dan zie je hier vanaf september op de maandag en de dinsdag twee kleurtjes staan. En dat betekent de groene en de grijze container op dezelfde dag. Nou, dan wachten we even af tot september. Maar ik kan ook nog steeds spullen brengen naar het milieustation, naar Heijen. Uiteraard, ieder vrijdagmiddag en zaterdag is dat milieustation open. Op dat gebied verandert er niks? Verandert helemaal niks. Als ik grote hoeveelheden vuil heb, mag ik ook bellen dat ze het op komen halen? Ja, dan kunt u bellen en dan wordt het opgehaald. Nou, wat dat er gaat, dus ook nog geen verandering. Papier, kleding blijft ook hetzelfde? Papier wordt nog steeds ingezameld door de verenigingen op vaste dagen, meestal de zaterdagen. En kleding, daar staan nog altijd de kledingbakken hier her en der in de gemeente. Ja, en dan komen we eigenlijk bij de wijziging, hè? Want al aangekondigd, er mag veel meer in de plastic zak. Inderdaad, deze week begonnen met de gezamenlijke inzameling van PDM, zoals we dat noemen. En dat is plastic, drankenkartons en metalen en daar bedoelen we blikken mee. Die mogen vanaf deze week in de plastic zak, de zogenaamde herozak. Ja. En die worden iedere twee weken opgehaald, want dat is ook een verandering. Hè? Vroeger was het iedere vier weken, nu iedere twee weken. Om de twee weken, maar goed, ik heb nog een stapeltje van die oude zakken liggen. Mag ik die gewoon blijven gebruiken? Alsjeblieft, ja, want maak die eerst op voordat we aan de nieuwe beginnen. Wij schatten in dat rond mei de oude zakken allemaal op zijn. Ja. En vanaf dan zijn de nieuwe zakken verkrijgbaar. Ja, wethouder, dan haal ik die nieuwe zakken. Ik neem aan dat die wat sterker zijn, omdat er ook, ik noem het blikjes en dergelijke in mogen. Nou, de ervaring is dat datgene wat er in de zakken komt gemiddeld wat zwaarder zal zijn. Dus ja. Ook iets stevigere zakken hebben wij daarvoor aangeschaft. Ja. We hebben een heel procedé van testen gedaan en er is een bepaalde zak uitgekomen. En die gaan we gebruiken en dat is een gele zak. Ja, ik kan blikjes erin doen, ik kan van allerhande lege sappakken erin gooien en noem maar op. Maar ik onder andere piepschuim en zo, mag ik dat er ook in doen? Nee, dat mag er niet in. En ook geen terpentine flessen en dat soort dingen. Want daar hebben gewoon gevaarlijke stoffen in gezeten. En die willen we nadrukkelijk niet in deze zakken hebben. Maar heel makkelijk, dat staat ook letterlijk op die nieuwe plastic zakken. Wat er wel in mag en wat er niet in mag. Nou, wethouder, wij zijn erg nieuwsgierig naar de eerste resultaten. Want vorige week is de eerste ophaalronde al geweest. Ja, die is inderdaad geweest. We hebben nog geen idee van wat het aan kilo's opgeleverd heeft. De mensen moeten natuurlijk ook nog wennen, want het was nog maar net geleden dat de vorige ronde is geweest natuurlijk. Maar over een paar maanden kunnen we daar ongetwijfeld wat meer over zeggen wat de resultaten nou echt zijn aan kilo's met name. Ja. Ja, kilo's. Maar kijk, wat ik niet in de grijze bak gooide is met name volume. Hè? Als ik al die tetrapakken en plastic flessen en zo, als je die scheidt, dat betekent een heleboel ruimte die ik overhoud in mijn grijze container. Ik denk ook dat de grijze containers veel minder vaak aan de straat zullen staan, ja, in de toekomst. Gaat dit de gemeente Gendt nou niet een boel geld kosten? Nee, want het kunststof, daar krijgen wij een bepaald bedrag voor. En ja. dat kan ruim uit om dat gratis op te halen. En de rest van het afval, dat moet gewoon tegen kosten wordt dat opgehaald. Dus okay. Hoe minder grijze containers, hoe minder wij daar ook aan kwijt zijn. En dus hoe minder de mensen daaraan kwijt zijn. Ja, ik kan nog zeggen, ik zie bij mezelf al dollartekens in de ogen. Dus wat dan gaat, winst te halen dus. Ik denk dat dat een win-win situatie is, zowel voor de mensen als voor de gemeente, ja. Niet onbelangrijk, het milieu met name, dat is misschien nog wel de belangrijkste winst. Ja, dat snap ik. Maar goed, de meeste mensen rekenen zeker in deze tijd ook naar de portemonnee. En als dat gelijk op kan, dat is geweldig. Ja, ik denk dat zelfs nog ten voordeel is van de mensen, ja. We hebben de nieuwe kalender, we kunnen dus precies zien wanneer wat opgehaald wordt. Maar kunnen we dat ook nog op jullie site zien? Het staat ongetwijfeld op www.gennep.nl.
Nou, wethouder, wij zijn heel erg nieuwsgierig. En ik denk dat dat rond september zal zijn. Dat we praten over de gezamenlijke ophaal van groen en grijze container. En misschien dat u dan ook wat kunt zeggen. Ja, hoeveel minder dat er in die grijze bak terecht is gekomen door die uitbreiding van de plastic ophaal. Dat kan ik waarschijnlijk wel wat over zeggen. En misschien kunnen we dan ook mooi laten zien hoe dat nou werkt met tegelijk groen en grijs ophalen met zo'n wagen erbij. Ja, dat zou op zich mooi zijn. Wij hebben inmiddels in de straten wat gekeken hoe dat de oude zakken gevuld zijn, tevens met blikjes en tetrapakken. Wethouder, dank voor uw toelichting en in ieder geval graag tot de volgende keer. Graag gedaan, dankjewel.